jullie weten toch dat ik gesolliciteerd heb dat ik eigenlijk met de meisjes iets leuks zou doen bij oudere mensen langs die geen bezoek meer krijgen en die gek op dieren zijn, etc. En daar hebben we dat gebouw waar wij de honderddag moeten wezen voor een gesprek. Dat heet het tijdschrift. Ja, maar dat komt helemaal goed. Dus zeggen, lieve vrienden, wij gaan weer door. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Gisteren heb ik niet gevlogd, want daar was ik te ziek voor. Ik kom net uit een heel diep dal wat dat er gaat. Ik had best migraine en ik ben ook nu nog maar net uit bed. Het gaat weer wat beter en ja. Ik ben weer opgemaakt ook. Dat was ik gisteren ook niet eens. Ik ging weer langzamerhand op te knappen. Maar het is vandaag in ieder geval maandag. Het is de 19e van de 9e 2022 en we leven om 14:51. Ik ga zo mijn hondjes even uitlaten. Ze zijn al buiten geweest. Neem dat alsjeblieft van me aan, want ze komen in de tuin. Ik moet de tuin ook weer nodig opruimen. Dus ja, ze kunnen alles kwijt wat ze kwijt willen in die tuin. Dus ja, ik ga nou lekker lopen. En ja, jullie weten toch dat ik gesolliciteerd heb dat ik eigenlijk met de meisjes iets leuks zou doen bij oudere mensen langs die geen bezoek meer krijgen en die gek op dieren zijn, etc. Nou, ik ben vandaag gebeld. Ik heb met de meisjes samen, die moet ik meenemen, donderdagmiddag om 14:45 een gesprek. Nou, dat is waar ik altijd langs loop. Ja, het is helemaal leuk, helemaal geweldig. Het gebouw zelf, tenminste het gebouw zelf niet hoor. Die hoge toren met het blauwe dak, die kan ik hier vandaan zien. Maar Dijkzicht, die staat daarvoor. Dus ja, hartstikke leuk. Ik kijk er naar uit. 14:45 moet ik er zijn. Nou ja, ik ga 14:45 ongeveer plus minus hier weg. En dan red ik dat wel met de dames daar naartoe te lopen. Ja, ik loop het hele blok om ongeveer in 20 minuten tot een half uur. Dus ja, dat moet ik redden toch? Ja, dacht ik ook. Een beetje te vroeg dan te laat, zeg ik dan maar. Maar ja, ze moeten hier poepen, ze moeten daar piezen, ze moeten hier ruiken, ze moeten daar snuffelen. Dus ja, dan weet je het wel, er zit ook tijd in, hè. Dus, maar dat komt allemaal goed. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat, et cetera. Ik heb er zin in, ja. En dan zet ik dat vast op de woensdagmiddag. Want ja, woensdagmiddag, ja, ik heb enkel, dat is ook op een dinsdag. En vandaag zou eerst Claudia komen, maar die hebt hem alweer af. Die komt morgen. Ja, Claudia. Ja. Dat is de komende 3 weken. Ja? Nou, dan zit ze met woensdag zit ze ook niet in mijn vaarwater als het weer teruggaat. Net de maandag en de donderdag. Het is nu op de dinsdag en op de vrijdag. Vrijdag ik zelf laten veranderen. Ik zeg, ja, ik zeg, als je dan op donderdag komt, er zit een kort dag tussen. En dat moeten we niet hebben. Nee, maar dan moet ze naar fysio de eerste 3 weken. En ja, dat we wachten het allemaal af. Dat komt allemaal wel weer goed, denk ik zomaar. Ja. Geen berichten verder wat noodzakelijk is. En dan zet ik hem zo hard op de loop heb. En dan gaan we lopen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag. Vandaag is het nogal harde wind, want ik hoor hem af en toe gieren bij de brievenbus. Maar de zon die schijnt. Het is wel bewolkt. Ik heb geen regen gehoord, ja, vanochtend vroeg toen het nog donker was. Dus ja.
Daarna heb ik niks meer gehoord of gezien. Dus zeggen lieve vrienden, geniet ze. En geniet ook zeker weer met ons mee. Ja, lieve vrienden. Er staat weer een file van Here to Yesterday. Richting Texel. Maar het staat helemaal muurvast en de boot is er nog niet eens. Nee. Hoe ver wil je gaan? Nou, tot aan het einde. Ja. Dus ja, ik denk ook helemaal bij Slitsel de Kooi. Dat helemaal, ja. En de auto's die hier langs rijden, die kant op, dat is gewoon de andere kant op. Die komen niet van Texel of zo, want de boot was er nog niet. Nee, dus ja, ik weet het even niet hoor. Het is bizar. Maar ja, de meiden die staan hier. En we gaan weer door richting huis. Hé? Ja. En daar hebben we dat gebouw waar wij de 100 dag moeten wezen. Voor het gesprek. Dat heet het tijdschrift. Ja. Maar dat komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, wij gaan weer door. Zo, lieve vrienden, het is alweer voor mij lekker vroeg op tijd dat ik naar mijn bedje toe wil. Maar ik moet eerst de meisjes uitlaten. En ik heb de hele middag niet aan het filmen geweest. De laatste film wat ik gedaan heb vandaag was met mijn mobiel, dat ik onderweg was. I am so sorry, maar ik ben nog niet helemaal in orde. Maar dat komt ook vanzelf wel weer goed. Ik heb gewoon vol goede moed. Morgen weer een drukke dag, want morgen komt Claudia. Morgen komt, dat is mijn huishoudelijke zorg, oftewel de HHZ, afkorting van huishoudelijke zorg. Morgen komt mijn PB'er, mijn begeleider, persoonlijke begeleider, PB'er, Erwin. Dus weer druk genoeg. En ik ga nou de meisjes uitlaten. En daarna ga ik lekker prins heerlijk naar mijn bedje toe. Dus we zien wel hoe het verder allemaal gaat. Maar ik wens jullie allemaal een welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond uit je bed zien te komen. Ik wens jullie graag tot aan de andere kant van de nacht weer terug te zien. Tot dan. Doei doei.